Iedereen kent een klassieke muffin. Nu, ik ga de Napolitaanse ijsmuffins maken. Dus ik ga gewoon de vulling aanpassen. We gaan een ijsbereiding maken en daar die muffins mee vullen. En ik begin al met de koekjes te verkruimen. Niet te fijn, want ik wil die structuur van die koekjes nog een beetje zien. En de volgende stap is de volle room die ik met suiker ga mixen. En die koekjes die mogen nu bij die slagroom, want dat is eigenlijk al een onderdeel van de laagjes in mijn ijsmuffin. En nu op naar de chocolade. De chocolade die ga ik smelten. Ik heb hier al een sterke koffie. En de titel, de Napolitaanse ijsmuffins, dat komt eigenlijk van de koffie die ik in die chocolade gestoken heb. Hier doe ik nu een sinaasappellikeur bij. Die kan nu even afkoelen. Want nu ga ik twee eitjes scheiden. Het eiwit ga ik opkloppen en de dooier die gaat dan bij de chocola. Het eiwit spatel ik er nu door en dat zorgt voor de luchtigheid in mijn chocolademousse. Nu kan ik beginnen met het vormen van de muffins. Een beetje aanduwen, maar niet te veel. En dan hetzelfde met de chocolade. Want die chocolade wordt eigenlijk het binnenste laagje. En dan afwerken met koekjeskrij. Dat mag nu in de diepvries. Minimum een drietal uurtjes. En ja, je kan het gerust op voorhand maken. De avond ervoor bijvoorbeeld. Dan heb je de dag zelf geen werk meer. Die komen nu uit de diepvries. Die zijn helemaal opgesteven. En hier komt nu een beetje cacaopoeder op. En dan nog afwerken met een beetje vers fruit. En zo heb ik mijn Napolitaanse ijsmuffin klaar. Ik denk dat zowel groot als klein hier niet aan kunnen weerstaan.